Bedankt voor het luisteren naar het podcastkanaal van Veghel Fantasy. Op dit kanaal kun je onder andere luisteren naar livestreams zoals de Tweeskins, maar natuurlijk ook de Nederlandstalige uitleg van Dungeons & Dragons, D&D Dutch. Wist jullie trouwens ook dat we een Patreon-account hebben waar je ons kan steunen? Of onszelf op een kop koffie kan trakteren via Ko-Fi? Allemaal leuke dingen, maar voor nu vooral wens ik jullie heel veel luisterplezier. 3, 5, 6. Ja, sowieso live. Ik ga even zo over de achtergrond tunen, dat was ik bijna vergeten. Als je dat even ziet. Ik moet natuurlijk al de coole dingen. De coole Ruben Tunes even laten horen. Maar, kijk, doet het ook. Ruben Tunes? Ruben heeft die allemaal gemaakt. Dit ook. Ja. Wauw. Nee, dat heeft hij gemaakt ook. Heeft hij dit gemaakt? Ja. Heeft Ruben dit gemaakt? Ja. Ik heb allebei de tracks van Ruben. Oh. Dit heeft Ruben gemaakt? Ja, van Kerken, diezelfde. Oh, nerd. Ik dacht. Ik dacht alleen de. Nee, die ook. Hij heeft allebei de. Ik hoor dat die jongens van metal uit. Ja, ik heb gewoon moeten zeggen, Rick, wat doe je van dingen? Heb ik gezegd, dit lijkt me wel cool. Metal. Kom ik daar weer terug? Nice. Maar, hallo dames en heren, welkom weer. Dit is dinsdagavond. En het is tijd voor. De artist formerly known as Tweeskins. Nu in WhatsApp bekend als de Komi Creatievelingen. In-game als momenteel de Wankelwater Rankers. Maar in work in progress heb ik begrepen. Er komt wel een. Ja, we hebben nog even. Sowieso omdat volgende week het zomerprogramma begint. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen. Ik weet niet dat Dave op vakantie gaat. Dave, veel plezier. Okay. Doei. En ergens daarna gaat Jesse op vakantie. Want ik heb er niks gedaan, geen flauw idee. Maar goed, we gaan in ieder geval wat bedenken. Want... Kevin gaat voor de OnlyFans episode. Heel anders. Zou ik niet hier getoond worden, want ik wil mijn account houden. En ik heb ook video's die van kinderen hierop staan. Ja, laten we vooral niet dat daarom willen jullie een video maken. Dus heeft Jesse al een nachtmerrie sloeg aan een heel klein kwastje, 3,5 uur remix. Hoe gaat dat zoiets? Maar, ik ga je zelf een nootje zien. We gaan lekker een intro en gaan we lekker spelen. Eens kijken, de laatste D&D Dutch opgenomen. De editing volgens spoedig mogelijk. En daar komt D&D Dutch voor nu tot een einde. De laatste aflevering wordt in 2 delen gesplitst. En gaan over variaties en optionele regels om je spel diversiteit mee te geven. Misschien ook een leuk voorbeeld, zoals ik ook nu de skill challenges bijvoorbeeld gebruik. Er zijn ook nog wat initiative dingen en over het HP en de rest dingetjes. Die waar je in principe ook kunt variëren in je eigen game. En daarom ook de laatste D&D aflevering neergezet heb. Want kun je sommige dingen net even anders aanpakken als Dungeon Master, anders voorbereiden voor bijvoorbeeld een skill challenge. Om er het beste van te maken. Eens even kijken. Oh ja, over de stream van vandaag. Als het goed is, gaan we vandaag naar het begin van avontuur nummer 2. Dit onderdeel naar de White Sand Ridges, zo gezegd, is eigenlijk vooral de epiloog van de introductie, zal ik maar zeggen. En de proloog van het tweede avontuur. Er bestaat een kans op een soort cliffhanger en... Oh nee, momentje, einde van de avond. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. En ik ga ervan genieten. Hoe dat gaat lukken ligt altijd aan de spelers en hoe snel of en traag dat gaat vandaag. Dus we gaan er vanzelf wel achter. Even een spotlight op een tweetal toffe dingen. Allereerst de Mouse Ritter Kickstarter campagne van Wonderschouw. Sebastiaan loopt de laatste dag momenteel. Super toffe RPG, kom in als vertaling van. Als je mee wilt doen, ga naar Kickstarter, fix dat. Heb je een Kickstarter, wat voor reden ook, stuur ze een berichtje. Dus je wel mee kunt doen, het is echt een heel tof project. Dus doe dat. Links staat ook in de videobeschrijving, dus je kunt ook bijvoorbeeld nu in de pauze, of als je hier daar even uitlogt, of als je denkt, digitaal solos zijn mij veel te heftig, dan kun je even gaan kijken. En dan ga je gewoon even fixen. Hier. Goed, Sebastiaan. Doe het zoals al gehaald. Het gaat puur om stretch goals en andere tofheid. En één stretch goal hebben we cadeau gekregen, dus super vet. En op 13 juli ga ik naar Rotterdam. Dogs and Dragons van de Luxor Theaters gaat weer lekker nerden met z'n allen. In de avond speel je D&D en is ook een toffe verteller aanwezig bij een kampvuur. En overdag kun je een workshop volgen. En die workshop gaat over hoe maak je nieuwe Dungeons and Dragons. Hoe bereid je de roleplay voor? Hoe maak je wat meer karakter aan jouw personage? En toen ga ik samen met een schrijfster. Anne, ook die waardoor eerder een sessie hiervoor geschreven heeft. En ook vorig jaar met mij heerlijk heeft gegeven allerlei toffe nieuwe dingen. Die gaat mij al bij de workshop. Dus ik krijg hulp van nu inmiddels afgestudeerde schrijver, want Anne is afgestudeerd. Gefeliciteerd Anne. En gaan we toffe dingen doen.
Dus tot dan in Rotterdam zou ik zeggen. Neem wel gewoon de zachte G mee en als je het weet, plaatsen Rotterdam maar pech, maar dat komt verder wel goed. Ja, dus op 13 juli gaan we mensen inleven op hun personages. Maar ook vandaag zijn we steeds meer in het leven, want in deze nieuwe campagne zijn jullie meer en meer betrokken in jullie dorpje en in jullie character, zo gezegd. Wat echt wel dus super lekker gaat. Character. Character, weet je, thanks. I made a boo-boo. Of course you made a boo-boo. Maar het scheelt dat je rollenspel wel leuk is. Maar als we een rollenspel hebben, is ook even een recap. En nu ga ik kijken of ik ergens nieuw weer. Ja, maar we hebben nog iets. Dat is iets. Nee. Oké. Okay. Dan gaan we een intro, toch? Ja. Oké. Okay. Recap, toch? Gitaar, hè? Ja, is dat recap? Is gitaar? Oké, dan doen we dat. En we zijn terug. Het wel dat sommigen even snel hun spelkaarten checken zijn en hun kaartjes van level 2 invullen zijn, want dat waren ze inmiddels. Jesse, jij hebt het boekje vast een recap. Moet ik de recap? Ik heb de recap gegeven. Ik heb hem al klaar. Oh, jij hebt boekje nu gepakt. Ja. Ik doe nou. De recap. Ik. Ja, het is nooit iemand anders geweest die de recap gedaan heeft. Er is video geweest, Jesse. Goed. Even kijken. Het was 25... juni 2024. Kerstavond, ik weet het nog zo goed. En Scobins begon ons verhaal met het ritueel zelf te doen. Het ritueel voor het ritueel om het zaadje te planten. Dat heeft hij zelf proberen te doen, dat is gelukt. Even voor de duidelijkheid, dit is het moment voordat wij vertrekken op reis. Dat is misschien handig om te weten. Dus voordat wij zijn vertrokken, probeert Scogans het ritueel zelf te doen. Finn is ondertussen tegen de kinderen aan het vertellen wat hij allemaal gaat doen. En dat hij er even niet zal zijn en wat iedereen moet doen terwijl hij weg is. En Askran haalt een beetje dwergenbier. Rick? Rick? Dankjewel. Askran haalt een beetje dwergenbier bij de... dank je. En het de kar met paard, genaamd Joey. Belangrijke naam, niet vergeten. Uiteindelijk vertrekken ze zonder enige poespas. De nacht verloopt helemaal prima. Scogans speelt met zijn vogeltje. De tweede dag plant Astran zijn zaadje. En krijgt daaruit een sunstone. Scogans voelt zich ongemakkelijk. En dan komen wij in het midden van het bos. Vijf wolven tegen. Toch? Vijf wolven tegen. En die wolven hebben heel veel honger. Dus die zien Finn als lekker hapje. Uiteindelijk gaan er drie weg. Nadat we vlees hebben gegeven, eentje verdwijnt gewoon, ik weet niet hoe opgeschreven. En eentje valt neer, hebben we neergehaald. Maar brengen we weer terug tot leven, geven wat eten en daarna kan hij ook weer zijn weg vervolgen. Want wij zijn natuurlijk broeders van het bos, dus de bosbroeders. De bushy band. De bushy string zit ik dan wel. De boswachters. Ik wil dan wel mijn karakter in de bushy string. De Bosbros. Bosbros. Denk daar even, we gaan er nog even nadenken. Maar dit is een goed begin. Zo gaat het bij ons. Dit is een goed begin. De minder is offensive van de eerste paar keer. Dus. Bushy one string. Wat vanzelf zegt. Chicken in the corn. Ja, die gaat tegen. En uiteindelijk redden we dus één wolf. En die geven wat eten en die gaat er ook weg. Want geen dier hoeft te sterven.
Wanneer we bij de bergen aan zijn gekomen waar ook het zand te vinden is, heeft dat een verandering ondergaan. Want het pad dat er ooit was na de Sandstone Ridges. Sandstone. De White Sand. Sorry, de White Sand. Sandstone Ridges. Het pad daar naartoe lijkt verzakt te zijn, alsof er een aardverschuiving is geweest, maar toch niet helemaal. Dat weten we niet. Dus moeten we door het bos. En wanneer we langs en door het bos lopen, komen we daar een beer tegen. En deze beer is gewond. En de wonden lijken aangebracht te zijn door een wapen. Met het ritueel dat Astran gezien heeft bij Arin, genezen we de beer. Met behulp van Skogens, die vooral met de beer praat. Finn, die... Zelf begint te beren. Wat jij nu was? Ook iets met beren, maar meer een mastery. Oké. Okay. En was het proberen om branden door de beer door te slaan als hij weg zou rennen. Ah, oké. Okay. Finn was vooral egoïstisch. Agressief. Astral was bezig natuurlijk met het ritueel. En zo hebben de beer geholpen, heeft hij ons verlaten. En een groot dankwoord. En uiteindelijk zijn wij ook wijzer geworden door die beer. Ja, en daarom zijn we nu level 2! Ja. Wijzer geworden door de beer. Ja, je weet wat ze zeggen. Als je van beren leren kan. Van slimme beren leren kan. Ik dacht, hoe gaat hij het brugje maken? En did not disappoint. Disappointed! Goed, dat gebeurt dus. De vorige keer. En waar zijn jullie gaan in, die beste heren? Wat heb ik in? Ja, we helpen de beer. Ja, dat is wat ik ook. En dan heb ik ook level up. Level up is mijn laatste aantekening. Is er nog meer? Ja, op die rand. We moesten nou die rand over, want er was iets ingestort. En waar die via aan de zijkant in het bos had die een pad gevonden ook naar boven toe ging. Ja. Een wat meer riskant pad met paard en wagen. Zeker dat het kar vol ligt. Maar wel eentje die begaanbaar was om met jullie trouwe strijdros Joey aan omhoog te kunnen klimmen, zo gezegd. Ja. Kom maar met Chick. Joey Hotchick. Hotchick. Jesse. Ik ga bij jou beginnen vandaag. Jullie gaan richting die bosrand. Mm-hmm. En voordat je echt dit kader gebergte op gaat en je dus ook een stukje van het bos gaat verliezen, zou ik zeggen, ja, wat minder in je vertrouwde struiken, bos en groene omgeving. Ja. Dwaal je gedachten even af. Je mag even mij een perception check maken, alsjeblieft. 6. Je blik met je rug naar de rots toegekeerd. Kijk even aan je gezicht. Gaat lekker even te takken. Naar de stammen. Naar de struiken. De andere planten, groot en klein. Met of zonder besjes. Dorens, hoe je het doen wilt. En tot jou. Zeker gerust zijn ook zonder dat je nog zwarte dorens ziet. Alle schaduw is natuurlijk en oké. En terwijl je even lekker van het uitzicht geniet, lijkt je beeld te versnellen, alsof je aan het rennen bent. Maak eens even een wisdom check voor me. 12. Terwijl je... Om een of andere reden wil je met je blik bij je vooral bezig waar je aan het stappen bent en waar je naartoe gaat. En je gaat bliksem echt heel erg snel... ga je door al dat groen door. Veel behendiger dan dat je ooit voor mogelijk had gehad. En ik kijk terug dat bos in. Ja, dat kan ik aan het chillen. Tot je hier met... Oké, ja. En je beweegt heerlijk bijna door het bos door. Op een gegeven moment een plek waar je denkt van... Wacht, ik moet een bocht maken. Maar op een gegeven moment spring je en dan ga je gewoon door een vrij nauwe opening. Spring je doorheen. Maar ik sta stil. En je bleef me echt gewoon aan het rennen. Je weet niet waar Finn is, waar Astran is, waar... Joey naartoe gaan, maar jij bent volle kracht het bos in aan het rennen. Oké. Okay. Mag ik even een dexterity check van je? Daar ben ik niet goed in. 2. Terwijl je een paar keer op en neer gaat, heb je steeds meer ongeloof dat je dit überhaupt kan.
dat je zo kunt bewegen. En je bent natuurlijk al die hulkende vorm, zal ik maar zeggen. Die wat met gemak dingen tilt, dingen gooit, et cetera. Maar dit is... Het gaat veel te snel. En terwijl je eventjes dat inzinken, zie je je oude huis terug. Gewoon je huis in Kirnwood. Alsof je net in de bossen bent gerend waar je al je vogeltjes eten hebt gegeven de afgelopen tijd. Oké. En je loopt naar je huis toe. Hou even een perceptie check voor je alsjeblieft. Pak. Dertien. Terwijl je naar je huis toe loopt, er zijn een paar dingen anders aan jouw huis. Hier zie je tot er aan een klimop die wat veel groter zou moeten zijn, allemaal kleine bloemetjes groeien. En je doet de deur open en dan komt er een enorme bijna zonvloed aan geur in jouw kamer. Allerlei bloemen. Okay. En terwijl je dat in je opneemt, tikt Finn je aan. Hey, we hebben Joey hier naartoe gehaald, we kunnen verder naar boven toe. En je aandacht keert terug naar het hier en nu. En je hebt spierpijn, jongen. Mijn huis kan er enorme bloemen geven. Oké, dus ik voel me alsof ik echt dat hele stuk gerend heb. In ieder geval de sprongen en de landingen voel je. Weet je, het rennen is jou op zich niet vreemd, weet je dat. Ja, je kunt ook kiezen om lekker chill te lopen, maar een ploeg moet je ook lekker doorlopen wandelen af en toe. Maar echt alsof je net na het een van de mappen sprong gemaakt hebt en je 30 plusser bent, zal ik maar zeggen. Oké. Of ja, voor 30 plussers, je hebt verkeerd gelegen bed. Dan ben ik weer terug op de bergrand. Ja, wat vind je dan eigenlijk? Hey, we kunnen naar boven toe. We hebben Joey een juiste aanloop kunnen geven. Een setje. Hij ziet dat Astran daar op de bok zit. En hem langzaam naar voren begeleid is. En geef hem ook langs Joey gaat om naar boven te wandelen. Het enige wat je wel nog hebt, is die kriebel in je neus en een paar van de geuren van zojuist nog. Oké. Maar dat is het. Ja. Hebben zij iets doorgehad aan mij? Je was een beetje spaced out naar het bos in kijken, maar dat is niet scopend zo'n gehoor. Zeg, Finn, zag jij dat? Wat? Eindelijk naar het bos. Zitten die broodjes kaas jou nog steeds te lachen? Dat zal het. Ja, misschien is dat het. Ik heb jou, je bent al eerder hier, dus je hebt niet gerend. Oké. Nee, je hebt me gewoon zien staan en... Oké. Nou, verder kijken naar de bloemen. Ja. Dan loop ik mee. En misschien dat ik nog een keer zo achter me kijk, ze van... Huh? Ja, toen even terug naar de kant waar je net naartoe keek. Maak een survival check voor me alsjeblieft. Oh, shit. 20. Waar je er even naar kijkt. Dit is niet de goede richting waar ik woon. Terwijl je kon herinneren met hoe je gered bent, ben jij richting het... Een beetje meer richting Battle Royale. Je bent nu boven toe gegaan, je bent meer richting die kant weer direct gerend. Dus je bent nooit die kant weer, zeker niet van die kant aankomend. Oké. Okay. Dus... Je kunt eerst de route in je hoofd plannen. Ja, oké, dat is zelf van impressie, visioen-achtig. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. I dig it. Oké. Okay. Diglet. Jullie gaan naar boven toe. Mark van de groep heeft een group survival check. En die gaat vooral over hoe snel je de reis gaat. Ah, het is geen levensgevaar als het goed is, maar... Vijftien. 2. Netjes.
Dave? Survival 17. Ik heb een natural 1. Bezig! Ik begin het goed. 27! Wat de volgende keer een giveaway was. Want de 27 Club. Wat deden we nou voor een giveaway? 50. 50. Gaan de berg naar boven. En er zijn een... Het voelde dat niet best oké. Okay. Er zijn een paar momenten tot Finn een foute inschatting leek te maken. En een, weet je wel, tot zijn knie over het pad af begint te weken. Maar snel genoeg die koud vast te houden om zichzelf te redden. Er zijn een paar plekken waar Joey even wat hulp nodig heeft om tot een beetje de hoek, zou ik maar zeggen, van de bocht niet heel erg prettig is. Maar met dat hulp van Skogans, waarvan jullie alle drie, om af en toe bij te tillen, om het te ondersteunen en bij te duwen, gaat het eigenlijk meer dan oké. Cool. Bij avondval komen jullie aan bij de kleine... Dankjewel. Nee, hey, komt op deur uit. Je kunt het bijna smeren. Zeg, heb je melk? Vandaan. We moeten wisselen dus maar. Ja, gewoon naar bed. Nee, ja, je niet. Zo de knatter. Ja, goed, ik moet pas in september mijn eten afleveren, maar ik ben daar gewoon een ambtenaar in. Ik zal eigenlijk invloed op onze D&D's. Oeh! Het leek er aan dit moment, wat ja. Jullie. Nou, als jij de koffie moet maken op werk, dan... Zijn ze daar een apparaat gekocht hebben? Ik ga opeens de gemeente heel goed zo werken. Ja. Ja, dan kunnen ze gewoon een 4 uur naar huis, omdat het werkelijk het werk af is. Ik heb gewoon al een woensdagmiddag borrel, want jij bent toch klaar. Ja, precies. Niks meer te doen deze week. Beste gemeente van het land nu, joh. Oh, de gemeente is perfect oud, ideaal. Goed, jullie gaan naar boven toe en komen op een gegeven moment bij aanval terecht bij jullie kampement. Ah, ik zeg kampement. Dus de vorige keer al zei, de familie Galander is vaker hier. En je hebt ook een paar voorzorgsmaatregelen getroffen dat jullie hier ook kunnen overnachten voor 12 abonneren. Ik ga op een dag, red je niet en wil je meestal niet. Als jij een dag lang met je pikkelwiel langs een touw bezig bent geweest om stenen te tillen, heb je echt geen zin om zelf meteen terug te lopen. Er staat een kleine houten bouwwerk. En jij weet dat ergens onder een richel staat een grote ton. En daar leggen jullie meestal wat reserveonderdelen in voor het mijnen en dergelijke. Evenals het grote tentdoek. Dus los van de tent dat jullie meegenomen hebben op reis, hebben jullie ook deze tent om mee te nemen. Nou, en alles mee te doen wat jullie om te rusten, et cetera. En als de avond al sterk ingezet is, is het moment eigenlijk daar dat jullie kampement staat. Philip, wat heb je gekookt vandaag? Ja, rations. Ja. Vandaag we hebben best wel veel. Want jullie nou zonder melk? Valt ik mee. Moet mijn pupillen vergroten, dan kan ik opeens 100% van mijn hersens gebruiken. Zoals The Witcher doet. Ja. Geen idee, niet gezien. Ja, gewoon rations. Want ja, het is een lange dag geweest, flink geklommen. Ik heb eigenlijk niet zo'n zin om te koken. Voor wie wel kan ik... Zijn je rations of rashes? Rations. Rations. Rations! Miracle! En voor wie wel kan ik dan nog wat zout en chili blokjes op sprinkelen. Maar dat is chili blokjes. Ja, oké. Okay. Spice. Zodat jullie even de twee tenten opgezet hebben. Eén kant tent jullie eigen... Joey staat met in ieder geval de kast dat los tegen het hoek aangeparkeerd, maar die wat meer op een natuurlijk op verlaging staat, zal ik maar zeggen, dat hij niet weg kan rollen. Joey is aan de touw vastgemaakt aan even de rotswanden, maar hij heeft wat loop
ruimte, maar je zult wel echt niet moeten gaan boeren op dit rotsachtige terrein. Zitten jullie rondom het kampvuur? En ik hoef je even alle 23 van mijn doppels. We zitten rond het kampvuur en doppelen D20. Hoor, wat? Wat wil je hebben? Hoor een D20. 10. Dat is een D20. 18. 19. Oké. Hoe dan? 19, ja. Dit is van mij? Nee, niet van mij. Die is voor Kevin. Die is van. Wacht. Om jullie... kijken? Wat extra te... Nee. Wacht even, kijk. Om je wat extra te geven om het rollenspel voor jullie wat meer aan de gang te brengen. Jullie kennen wellicht de kletspot. Ja. Ja, wat vrouwen boven de 40 voor elkaar kopen. En toch ken je het. Boven de 40 aan jou is zo geef zo. Kijk! Nou, leuk, een beetje vrienden. Ja, mag ik even. Ik heb ook een aantal vragen bedacht over het leven rondom jullie karakters. Jawel, ik heb wel. We hebben zelf al wat geruchten gekregen om ook zo'n gesprek te doen, maar niet om het niet alleen voor geruchten te hebben. Maar ook om andere gespreksonderwerpen aan te kaarten voor jullie karakters. Heb ik een aantal vragen gemaakt. Je hebt altijd alle drie één vraag sowieso nog in een blaadje zitten. Dus hou die ergens bij je karakter in de buurt. Deze. Ja. Okay. Dus voor de volgende keer dobben jullie weer en dan ga je zo kijken welke dit keer wordt. Ik had er 4 gemaakt, Jesse gaat er 1 gebruiken. Dus er zijn nog steeds 3 over voor een volgende keer. Deze mogen wij niet gebruiken. Oh, die mogen we nooit gebruiken. Nee, een volgende keer. Okay. Die moeten we wel bij ons hangen. En ik ga er weer meer mee maken. Dan kun je dus is dat wel mee. Handig als om dat aan ons te geven en dat we dat moeten bewaren? Ja, ik heb vertrouwen. Of dat kunnen, we ook in een bakje doen en dan eentje grabbelen steeds. Of is het belangrijk wie welke zij heeft? Nee. Was compleet random. Ik heb een laatje ingegooid. Denk het niet. Is oké. Jesse, stel je vraag. Nou ja, als we bij het kampvuur zitten en ons eten op hebben, dan denk ik op een gegeven moment. Een beetje awkward, misschien moet ik het gesprek nog beginnen. En dan zeg ik op mijn meest natuurlijke manier, zeg ik... Dus Finn, Astram, die zwevende toren. Wat denken jullie daar nou van en of over? Van waar je vraagt? Ja, gewoon. Ik ben bijna wens geweest. Het meest liet natuurlijk in het dorp. Nee. Ik ben zelfs hier dan nooit geweest. Nee, maar die toren is niet zo ver als dit, toch? Die ligt heel dichterbij. De toren ligt in principe een paar kilometer verder dan tot het graf van je vader en de appelboom halen. Ja, oké, maar daar ben ik nooit geweest. Nee, daar ben ik nooit geweest. Wel aan de verte zien hangen, want dat is wel een beetje de... het uitzicht, zal maar zeggen, dat dus is heel raar als de onderkant ontbreekt. Ik denk dat het weer... Het kan niet veel goeds voorspellen, lijkt mij. Nee? Nee. En ja, Astram is wel stil over de donder. Ben jij daar eens geweest? Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit ben geweest. Maar mijn familie zit hier al best wel lang. Dus zeg maar de... Ja... Mijn vader zei al vrij vroeg in mijn leven dat het niks speciaals was. En dat het gewoon... niks bezienswaardig. Het ziet er wel mooi. Ik ben er wel een keer niet heen geweest, maar ik ben wel in de verte dat je hem kon zien. Het ziet er wel heel mooi uit. Maar als je ouders al zeggen dat het eigenlijk niet speciaal is, dan moet er wel iets zijn, toch? Weet niet. Als mijn ouders zouden zeggen, daar mag je absoluut niet naartoe, dan zou ik er naartoe gaan. Oké. Maar hoe zei die het dan? Hoe is zijn paas ook gezien? Ik vroeg gewoon van, die vliegende toren, what's up with that? Ja, gewoon een vliegende toren. Ik heb ook mensen die zeggen tegen hun kinderen, dat lus je niet, en dan terwijl het van snoep is of zo. Bacon. Ja. Bacon. Ja, nee, daar ben je allergisch voor. Ja, nou precies. Ja. En dan denken ze gewoon, ik wil niet dat mijn kind zo veel suiker eet. Ja. Wat weten jullie eigenlijk over deze toren? Zijn er dingen die jullie... Niet zoveel. Het is van een tovenaar. Mm-hmm. Toch? Ja. Van Kieran Stone. Is, ja. Of Kieran nog iets. Woont er nog iemand? Nee, het is verlaten toch? Nee, ooit zat er toch, hoe heet die daar? Cool. Kirinar Noble. Ja. En de bekende Kirinar. Ja, en die heeft daar een toren gebouwd om een school op te richten. En uiteindelijk kwamen er mensen langs die dachten, dat mag niet! Ja, maar dat ging sowieso, het was sowieso een toren. Ja, yeah, de Tower That Will Not Fall heet het nu. Dat is van The Falling Tower. Because it's been falling for centuries without yet reaching the ground. Of het nou daadwerkelijk langzaam omlaag komt, geen idee.
Artist Kirinar. Wat? Hij zakt. Ja, dat weet ik niet. Maar hij is gestopt met zakken, dat is het probleem. The tower that will not fall because it's been falling for centuries without yet reaching the ground. Of hij daadwerkelijk langzaam omlaag zakt, dat zou je dan moeten checken. Ja, en onderling tussen de tovenaar is nog ruzie geweest. En daardoor is eigenlijk de school... Ja. Voor het gemak, de Kirinar familie heeft daar hun estate gehad en heeft er ook een school van magiërs opgericht. Ter versterking van de War Wizards van de Purple Dragons of Cormyr. Maar toen een aantal van de magiërs zien wat daar... is al geweest. Maar toen een aantal magiërs daar aan duelleren waren, is er iets fout gegaan. En er zijn geruchten of dat is gegaan met te krachtige magie in onkundige handen. Anderen hebben het gehad over een simpelweg een foutje in de weave, waar net aan een kracht aan ontrokken werd. Maar in alle gevallen explodeerde toen een onderdeel van die toren. Ah, oké. En dat is ook het einde geweest van de Noble Family, wat ook in de toren is geweest op dat moment. Sinds dat moment valt Kirinar officieel niet meer onder een nobel. En is daarom ook wat ruimte gekomen voor de zelfredzaamheid en zelfsturing waar jullie in op zijn gegroeid. Want die toren hangt al een geruime tijd zo. Oké. Okay. Zullen we dan niet gewoon een keer naartoe? Ja, als we teruggaan. Prima op. Maar ik hoorde over tovenaars en zo. Mijn vader die kwam natuurlijk ook in contact met War Mages van de Purple Dragon. Dat was het zelf niet. De War Wizards. Je vader was geen tovenaar? Een tovenaar. Dit is waar. Nee, dit is niet waar. De War Wizards. WW. Is je vader ooit daar geweest? Niet dat hij me verteld heeft. Was ik voor zijn tijd? Ja, mijn vader was draak aan het verslaan. Dus alsof hij daar tijd voor had. Dat is natuurlijk veel vetter. Ja. Ja, toen was al zwevend toen je vader leefde. Ja. De toren was eerder zwevend dan mijn vader. Ja. Want waarom zijn we eigenlijk hier ook alweer? We gaan naar de White Sand Ridges. Ah ja. Jullie zijn bij de White Sand Ridges. Dat is van zand. Misschien moeten we daar eens volgende avontuur nog. Misschien is het ook handig om naar een zaadplant. Wie is een zaad? We'll see. We'll see it. We'll see? Dat is een boel van Will Smith. Will Smith. Oh ja. Weten we nog iets van... wat daar zou kunnen zijn? Zo van, is daar nog bedrijvigheid of is het gewoon een zwevende toren waar niemand verder naar omkijkt meer? Ja, je weet wel, als er patrouilles komen, een bezoek van de Purple Dragon Knights. Mm-hmm. Die gaan altijd daar langs en die gaan vooral ook samen een aantal War Wizards meestal kijken of er iets anders, iets gevaarlijks is, etc. Mm-hmm. Dat is ook deels de reden waarom het Kirinar de afgelopen jaren, of zeg maar gerust decennia, niet snel naar die kant uitgebreid is. Tegenwoordig zijn ze een beetje die kant uitbreiden. Maar eerst was het van de andere zijde ook richting het noorden, waar ook de boerderijen waren. En het is nu pas lang dat je toestemming hebt gekregen om ook de andere kant uit te bouwen voor de groei van het dorp te faciliteren. Oké. Maar op het algemeen is er momenteel niks. Er zijn wel af en toe wat avonturiers geweest die wat daar heen zijn gegaan om te kijken of ze iets konden vinden nog van magical treasures of aanwijzingen. Maar er is heel weinig echt concreet terugkoppeling van geweest naar jullie toe. En dan gaan verhalen van tot enkele daar weg zijn gegaan en stinkrijk zijn geweest tot... Dus weet je zouden de druïden staan niet nog wat vanaf weten? Ben je op tijd dat ik daar omkommer? Jij weet zeker van niet. Bekomkom? Dat zeg ik. Misschien een idee. Om ze een keer aan te doen. Ja. Maar wil je dan niet ook een keer naar de Purple Dragons ofzo? Wil je bent ook benieuwd naar de geschiedenis van je vader. Dat weet ik wel, je moet er allemaal vertellen. Oh, je weet. Oh, nou oké, okay, nou, ik weet niet. Ja, nee.
Hij kent dus een paar gewoon, Jesse. Ik heb... ik zeg ja, nee. Ik ben zelf... Ja, het, nee, ik wil niet bij de Purple Dragons of zo. Ik ben gewoon... Fit. Chef. Chefin. Chefin. Ja. Dus, nee, die ambities heb ik niet. Alhoewel, ik had toch gezegd dat er even een periode was dat ik mijn ogen dicht deed en iemand zag. Die leek wel iets... Misschien ermee te maken te hebben. Gewoon Purple Dragon? Ik zag geen Purple Dragon. Oh. Die heeft mijn vader verslagen. Was jouw vader... Was meer dan één Purple Dragon zijn? Was jouw vader hoog in de rang? Ja, super hoog. Ja, maar serieus, wat was zijn type hoog? Dat weet ik niet meer. Nee, maar wel echt super hoog. Hij kan wel eigenlijk... Nee. Meer. Hij wordt eigenlijk bij de... Koning. Top, bij de top mensen. Echt. Keizer. Admiraal. Maar dat is niet hoger dan keizer. Dat is geen beroep op zee. Je weet niet meer wat je vader precies op dat... Nee, ik weet gewoon dat hij echt super hoog gemaakt. Oké. Okay. Het beleid. Ja. Oké. Okay. Okay. Cool. Ja, zeker. Ja. Cool. Ik denk echt dat het een van de hoogste van moet moeten. Ja. God. Angel. Ja. Demigod. Zoon, Michael. Ja. Died for your sins. Angel, hard, toch? Ja. Engel, maar ja. Demigod. Misschien was hij van. Ze waren een dragon. Was hij D&D, Demi-Dragon. Doe jij eens vuur spuren? Nee. Doe wat chili flink zo. Ah! In je ogen! Dus zei jij dat? Nee, ik denk niet dat het vragen interessant is. Oké. Okay. En nu sowieso niet meer. Weet jij trouwens al precies waar je zaad wilt planten, Astra? Nu al gedaan. Wat? Ik heb ook gisteren al een zaadje geplant. Oh ja, klopt. Hij komt deze in wat. Je wilt zand meenemen. Wat zand? Ja. Ja. Specifiek of gewoon vandaag? Gewoon een nieuwe lading. Ja, gewoon een nieuwe lading. Ja, ja. Okay. Ja. Waarom zijn we mee? Oh, zodat ik niet alleen hoef te gaan. Hallo, ik had die wolven nooit kunnen wegjagen zonder jullie. Dat is waar. Ja. Is mijn vader wel was geweest? Ja, als zoon van de god had hij ze wel een kopje kleiner gemaakt, natuurlijk. Hoe eindigt jouw vader trouwens in een dorp als Kirnwood? Mijn moeder. Zij komt uit origineel uit Kirnwood. Nee. Alles behalve. Zeggen, jouw moeder is een de drow, toch? Ja, dat klopt. En jouw vader was. En mijn vader woont gewoon een keer. Oh, daar is hij dan weer teruggekeerd. Na zijn vele avonturen. Dat is wel de bedoeling. Zeg maar, je wordt nog buiten sturen en dan kom je terug. Ah, ja, maar dat is ook gebeurd. Ja. Ja, nee, okay. Ja. En hoe heeft hij je moeder ontmoet? Goeie vraag. Zij kwam uiteindelijk naar Kirnwood. Oké. Okay. En vader vertelde altijd over haar. Haar zo wit als de maan. En dat ze heel goed kan dansen en zo. En dat had ik veel meer van. Oké. Okay. Mooi. Mijn moeder bedoel je? Nee, dat ze zo. Oh. Dat ze daar zo verliefd op is geworden. Ja. Ja. Jullie hebben mijn vrouw gekend natuurlijk als Grumpy Man, maar hij was niet altijd zo. Oké. Ben jij eigenlijk ouders? Geen idee. Hoe ben je? 6WH-methode pas. Het is allemaal heel vaag, maar volgens mij ben ik door de. Hebben de druïdes mij opgevoed? Oké. En kwam ik gewoon al snel, gewoon van jongs af aan, gewoon
ging ik bij Havergym op het veld ging ik werken. En heb ik geholpen waar ik kon, want ik wist dat gewoon wat goed was voor het dorp. We hebben de druïdische kelder gevonden of zo. Geen idee, nooit gevraagd. Nooit gevraagd eigenlijk. Maar. Die is ook echt zuur. Ja, het typeert je wel dat jij er dan niet naar gevraagd hebt, denk ik. Dus het is heel experimenteel wie dat aanpakt. Oké. Okay. Ja. Maar nu, misschien moet ik hem maar eens een keer vragen. Als ze terugkomt. Ja. Kunnen we misschien meteen wat vragen stellen over het vliegende toren en dan kunnen we dan die kant. Ja. Ja, maar je zegt net, de druïdes weten er niet veel van af. Ja. Maar hoe lang ben jij al een druïde? Niet zo lang toch? Een week of twee. Ja. Zoiets. Ja. Maar was het best lang een mistiejaartje? Zeker. Was het best lang een mistiejaartje? Oh, of die kale plek op of zo. Hoe moet je fijn uit? Blauwe plek op spinje. Ik ben helemaal kaal. Je bent zo! Ik snap wel dat ze jouw druïde hebben gemaakt dan. Poing! Ja, en hij heeft geen blauwe knieën, want hij is een dwerg. Zij is groot genoeg. En nee, die hoef ik niet meer. Ik vind het wel lekker. Ja. Ik heb het ingebroken. Koffie! Ik voel me die guy van Heisenberg. Die, als hij gesnoven heeft. Wow! Ah, je smelt. Feels like a meal kick you in the nut. Terug naar dit. Ja. Ja. Nou ja, het is laat. En we hebben morgen hard werk voor de boek. Laten wij maar gaan slapen. Hoeven wij, normaal blijf je niet wakker hier, toch? Nee, normaal niet. Maar... Zullen de tent gewoon ingaan en hebben we ergens wat touw liggen? Misschien wat gebeurde er al gisteravond nog weer? Wat dan? Wat is gebeurd toch gisteravond? Wat gebeurde er? Gisteravond? De wolven. Was dat in de nacht? Ah, ja, dat was in de nacht. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Het was zelfs twee nachten, want vorige nacht heb je met de beer doorgewakt. Ja, zullen we dan toch maar iemand wacht houden? Ja, dat is goed. We kunnen misschien met touw... Ja, we zitten aan de klif, toch? Kan weinig gebeuren hier, niet? Ja, voor de zekerheid kan het wel. Ze s'nachts nog plaft en je valt de klif af. Ja, maar ja, dan kan ik weinig voor je doen als je de klif afvalt. Bye. Ik heb een touw van een paar meter. Ik moet niet heel dieper, maar veel dieper vallen dan dat. Ja. Ja, laten we maar om ze te wachten. Oké. Okay. Ik begin wel met te wachten en dan kan ik. Goed. Oké. Okay. Zet ik me buiten de tent. Okidoki. Met mijn stick in mijn hand. Dat staat brandig. Vuurtje staat aan. Hoeveel maak jij nog deze wacht? Want je bent nu op een redelijk hoge bergtop. Zo, het is niet of je geen lucht hebt of zo natuurlijk, maar je zit wel echt wel hoger. Je hebt een stukje uitzicht. Boven de andere bergdallen, want je zit wel in een iets kleiner deel van de bergen. Ja, een beetje zo uitzicht kijken en ook een beetje naar mijn stok kijken. Okay. Gewoon ik heb hem al vaker bekeken, dus ik weet hoe mijn stok eruit ziet. Maar gewoon dan soms even daarnaar kijken en zo'n rondje ermee zwiepen. En ijsberg is wat op en neer. Een snoefje nog een chili poeder. En ja, dat. Oké. Okay. Een beetje nadenken dat ik het wel vet vind dat ik een kracht heb. Ik een fanboy. Oh, zo doe je dat. Oké, okay, nee, is goed. Terwijl de Jay. Terwijl je de wacht hoor, ik ga een perceptje hebben alsjeblieft. Ah, wacht jij, Rick. Mijn perception is een 10. Oké. Oké. Terwijl jij een beetje op een letter bent. Het is kalm hierboven. En je ergens heb je een. Voelt het een beetje raar, want normaal gesproken ook thuis in Kirinwood
hoor je altijd wel iets van nachtdieren. Zij het vogels, zij het wat omgedierte her en wat muisje her rondgaan. Maar hier heb je dat niet. Er is minder ook die ruis van de wind door de bomen. En eigenlijk gewoon een beetje die vlammen knesperen, zou ik maar zeggen. Voel je het zachte geronk en ademhaling van je kameraden wat in de tenten liggen. Af en toe hoor je de zwiepende staat van Joey, zou ik maar zeggen. Maar voor de rest eigenlijk heel rustig. Tot je met de vlammen lijken te vertragen van het vuur. Wrijf het in mijn ogen, dat lukt niet. Geen mensen zie je de vlammen steeds trager bewegen. En tot je staf weer op begint te lichten, wie die nerven. Nog in die knoesten, wat is door al die lijnen. Tot die steeds lichter en feller worden. Geen mensen echt ook zo fel dat je ogen moet afwenden, zo fel. Oké, zijn er de andere lijnen van om me heen, zijn die ook feller? Dat, zoals ik dat eerder al zag, alsof ik de weave kon zien. Maak eens even een Arcana check voor me. Heeft een beetje Wisdom plus Intelligence. 10. Oké. Okay. Dan heb je terecht, ben je een beetje afgeleid door het licht van de staf, zal ik maar zeggen. En de enorme felheid die met zich meebrengt. En heb je het gevoel alsof je ook de rest op ziet lichten. Okay. Maar als je dat alles een beetje vertraagt, geef je misschien een klein vleermuisje gaan en zie je ook echt bijna... En ik ga zelf eens bewegen, of ik ook langzaam beweeg. Jij beweegt. Prima, je gaat staan. Dat is veel op normale snelheid, zo gezegd. Dus nou, als je het wil doen, gebeurt het ook. Is die vleermuis bijna handbereik? Nee, nee, is wel iets verder. Maar goed, je hebt redelijk goed nacht, zeg, dankzij Drow Blood. Pak een stok uit het kampvuur en dan doe ik met die vlam doen. Kijken of het nu wel snel beweegt of nog steeds. Je wil zo het kampvuur pakken. En je merkt je maar heel... Een beetje dat tempo van die snelheid, zo snel moet je hem oppakken. Okay. Dus je hebt vast... Het duurt echt een eeuwigheid. Laat het nu wel liggen. En dat los is die we heel langzaam weer vallen. Ik ben een flash. Pak een quick dog, dit is een beetje wat. Train. Dat doe ik mee. Ik doe mijn ogen weer heel even dicht en ik zeg, ik vraag dan aan die guy wat ik kan zien, hopelijk, zo van, hoort dat ook erbij? Nee, ik krijg geen reactie. Maar je bent wakker tot zelfs, je hebt je ogen dicht en het feit is bij je staf is momenteel zo fel dat je dat gewoon als bijna wit ziet hier. Oké. Okay. Alsof je om zo'n tandartslamp ligt, zal ik maar zeggen. Ik probeer een beetje te kijken of er iets op zit dat ik hem uit kan zetten ofzo. Ik tik er een paar keer op de grond. Of... Geef me een tikje op de grond. En mag even je wisdom saving throw. Zestien. Geef me tegen op de grond, en geef me zie je een schokgolf over de rest gaan, over echt de hele omgeving heen gaan. En als dat binnen die schokgolf van je stof, van je staf naar buiten gaat, lijkt opgezwogen te worden. Okay. En seconden later sta je op een enorm veld. Is dat wat lichte glowing in de verte te zien? Het is laat in de avond, maar niet zo nacht als het juist was. Mm-hmm. En dat doet je een beetje denken aan de velden waarop je vader vertelde ze bijvoorbeeld een veldzak was. Waar was een publieke dreiging was, zei het de goblin horde in het noorden. En ook diezelfde spanning hangt in de lucht. Alsof op elk moment hier twee legers kunnen opduiken en zich met volle kracht op elkaar gooien. Maar bovenal begin je ook een tinteling te voelen. Een heleboel van jou. En bijna al je haren zijn overeind. Oké. En daar is weer het moment. Waar het draait om het aanwenden van je talenten. En meteen kijk ik om me heen of ik hem kan smaken. Dat ik iemand zie die ik moet aanvallen. Je ziet in de verte zie je die magier staan. Dan ren ik naar de magier. En dan roep ik, wat is deze keer mijn uitdaging? Je rent erop af, maar je zet attack over, maar alsjeblieft.
16 plus 5, 21. 21. Je gaat toe, op een gegeven moment kom je naderbij en je steekt ineens handen voor je toe. En op een gegeven moment wordt je klap opgevangen door een magisch schild. Oké. Nee, laat ons nu eens richten op het verzamelen van de magie. Oké. Je voelt de tinteling ook, toch? Ja. Voel je de spanning in de lucht? Voel ik de spanning in de lucht? Zeg je net op, maar ja. Ja. Er zijn genoeg mensen die wat dit altijd onder een zekere angst voor een komende strijd scharen. Maar moet je niet vergeten dat alles een verzameling is van mensen die wat magie kunnen gebruiken, dat de Weave zich ook sterker verzamelt. Okay. En die spanning is niks anders dan meer en meer van de Weave. Dus laten we eens even kijken dat je niet meer je fysiek je mannetje moet kunnen staan. Maar week je handen eens in de Weave. Zie ik de Weave? Maak maar eens een wisdom check voor wat je. Een insight check. Natural 20! 21. Terwijl je eventjes heel rustig je herpakt, je stap in je hand weer neemt voor hem staat. Even ademhaalt. Voel je op een gegeven moment dat de Weave overal een beetje op je huid kriebelt. En dat het ook dat die voelbare spanning is. Wat menig mensen die onrust geeft. En het tintelt een beetje. Maar ik heb het gevoel alsof de Weave door allerlei poriën langs je gaat. Ik probeer dat de een of andere manier te kanaliseren. Alsof ik zeg maar die tintelende gevoel allemaal naar één plek kan bewegen. Ik kan dit. En geen moment ga je voor de Elders Blast die je ook eerder gebruikt hebt. Geen moment dat je laat je langs je handen naar voren toe stromen, tot je die straal voor je ziet. En die naar voren toe schiet. Je ziet dat hij wederom de klap opvangt en laat breken op een schild. Juist. Mooi. Maar nu gaan we eens werken aan nieuwe talenten. Want alleen maar met iets dat je ook met een kruisboog kunt doen, heeft geen zin. En op een gegeven moment komt hij bij je staan en zegt hij: doe mij na. Dan mag je even een performance check voor maken, alsjeblieft. 12. 12. Terwijl hij daar staat, zie je dat hij op een gegeven moment voor je staan in het begin zo jouw positie aanneemt. Ja, natuurlijk, ik sta stil, laat maar komen op positie. En terwijl tot hij je aankijkt, zie je op een gegeven moment steeds iets meer van die contouren van die gezicht iets tastbaarder wordt. Ik herken hem nog steeds niet. Okay. Ze is, ja, een mens. Wat ouder, maar... Ze? Een mens, maar dan ouder. Het is wel absoluut een hij. Hij heeft natuurlijk dat snorretje in die goatee nog altijd, dus... Op een gegeven moment... Hang de piemel aan. Prejudice. Zie je tot hij een spreukenboek naar achter schuift, achter onder zijn jassen. Ja, oké. Om gebruik te maken van je talenten te beginnen met groei, ga eens even zorgen dat jij in staat bent om je goed te kunnen beschermen. En op een gegeven moment doet hij een paar handbewegingen. Je ziet ook echt de Weave langs zijn boom. Je doet het extra langzaam, zodat je een stuk mee kan pakken. Tot je op een gegeven moment een harnas moet verschijnen. De Armor of Amethyst, zoals je hem mooi genoemd hebt. Hij zegt, je hebt je verdediging. Je hebt een aanval. En je hebt je twee wapens. En je hebt ook gemerkt dat je anderen kunt markeren. Om je magie een doelwit te geven. En zodoende de Weave gestuurd in kunt zetten. We gaan dus kijken hoe ver dat jouw magie reikt. En in een paar verschillende pogingen leert hij jou de Arms of Cormier. En dan zeg je dat er vanuit de grond
een aantal magische krachten boven te komen. Je ziet daarna meer en meer vorm krijgen, hoe meer je de spruit oefent. Tot op een gegeven moment echt een paar komische strijdtroepen lijken te zijn. Allemaal gezichtsloos weliswaar. En wat kleiner in vorm dan wat hij aan het doen is, want hij heeft een half leger opgeroepen, zal ik maar zeggen, in dezelfde poging. Maar dat spreekt alleen maar over dat je daadwerkelijk een meester hebt die wat jou dit aanbiedt. En terwijl dat hij het een beetje oefent en door gaat, gaat hij ook naartoe en zegt: laten we ook kijken dat jij nog een paar giften meekrijgt. Op een gegeven moment doet zijn vinger langs je voorhoofd, doet hij daar een embleem op teken. En doet hij twee keer. Waardoor je de Misty Visions en de Armor of the Purple Dragon, oftewel de Armor of Shadows, kunt gebruiken. Als Warlock Invocations. Nice. En je zegt, je kent nu de basis. Oefen hiermee. Werk dit uit. Word hier vaardig. Blijf je waardig tonen. En doe dit. Fysiek en met mij. Als je nou dit laat verslappen, zul je alles weer verdwijnen van de krachten die je nu hebt ontdekt. Op dat veld, als hij dat zegt, begin ik direct met oefenen. Terwijl je eerst oefeningen doet, zie je op een gegeven moment dat die schokgolf weer terugkomt. Op een gegeven moment zie je ook de bergrichting weer verschijnen. En tot je... Als je plots staat te schrikken om je hart, als je ziet dat jij niet meer staat waar je stond in het begin, waar de kampvuur was, maar momenteel staat waar een afgrond was. Dexterity check. Mag ik gewoon zeggen, is was te goed. 10. Dexterity check. Ja. 12. Oké. Okay. Jij panikeert even, begint als een bezeten terug te rennen. Tot je met die schokgolf je weer en meer energie te maken in je zijvies, of ze zien hem al binnenkomen. Tot je een sprong waagt. En je hebt iets bovenop de richting staat. Met iets onder waar Joey, de car en de tent staan. En terwijl je er staat en even bij komt, zie je dat van me langzaam sneller beginnen te knisperen weer. Oh, ik heb een zweepje voorover lopen. Of er komt er nog hier door even de eindsprint en de angst, weet je even niet zeker. Maar je bent waar je moet zijn. En terwijl je nog steeds de weave voelt dansen, en een beetje ook merkt dat die indruk hier wat... Misschien moet je even kijken of er niks echt is blijven hangen of zo. Dan voel je wel tot het veranderd is, zal ik maar zeggen. Ja. En voel je te slapen vanavond, weet je niet. Maar... Oh. Okay. Heftig. Dus. Zodoende. Eindigt jouw wacht. Wie maakt je wakker? Ik denk. Kijk, dat ik Skogens moet wakker gaan maken. Tegelijkertijd denk ik ook dat ik moet oefenen. Dus voordat ik Skogens wakker maak. Probeer ik tussen mij en hem een enorme boom te visualiseren. Dat is mijn Misty Visions. Dus spreek zoals je hem hebt, doet het. Ik zeg, Skogens, wakker worden. Jongens, geef me een vreemde stem. Waar je langs een beetje aan het draaien bent. Het scheelt je iets onrustiger aan slapen bent dan normaal, omdat je wat minder je bos om je heen voelt. Maar vertel eens, wat doet Misty Visions? Wat ziet onze Jesse als in een 15 foot cube, dus dat is 4,5 meter, zie jij een boom staan. Oh, niet een hele dikke boom, gewoon een smal boompje met een mooie bladeren. Dat is het enige wat je ziet, je ziet mij niet staan. Zijn de boom echt? Maar is een intelligence check? 3. Eerst dacht hij wat je hoofd begrijpt is,
Heeft hij nou een magisch zaad geplant in de nacht? Is hem het ritueel wel gelukt? Als er een slaapproces is, toch? Ja. Dat is de eerste gedachte die je ingaat van... Heeft hij ook wat voor staat... Veen? En ik stap door de boom heen en ik zeg... Cool, hè? Heb jij dat gedaan? Dat kan ik niet. Hoezo? Dat heb ik geleerd vannacht. En wat is het? Een boom. Je kunt een boom maken. Nee, ik kan dit. En ik zeg, zie je het kampvuur? En dan maak ik in een 15-foot cube, laat ik dat gewoon dat kampvuur verdwijnen in een stilstaande beeld van een tafel en stoelen met eten erop. Bam, dus je hoeft niet eens met te koken nou. Ja, het probleem is, dan ga ik mijn mantel erin. Oh! Vet? Ja. Ik zou niet weten wanneer het nuttig zou moeten zijn, maar vet. Als je ooit heim mee hebt aan boom. Dat ook. En wie weet hoe het is, als die vossen ons niet kunnen zien, ja. Is dat wel mooi meegenomen. Dat is waar. Wolven bedoel je? Ja. Maar, wat zei ik? Vossen. Vossen. Dat is allebei maar nogal. Nou, het is jouw tijd om... Echt? Ja. Oké. Okay. Mocht je stok of je boog gaan gloeien, sla dan mee een keer op de grond, want... Ja. Ik kijk even zo. Ik ga hem gloeien. Wel rusten dan. Wel rusten. Nou, ik sta op. En ik ga bij de kampvuur zitten. Je zat door de stoel. Op zo'n plek dat ik... Want dat is in principe een pad waar we zitten. Ja, er is een pad dat over de berging gaat. Maar je bent aan de andere kant. Want je bergt een soort van... je gat is waar, als het goed is, alles afstand. Je nu gewoon nog moeten gaan graven en moeten bijten. Mm-hmm. Aan de andere kant is er een klein lager plateau. Waar het kampement op geslagen is. Nou, dan ga ik zo zitten dat ik bij ze van zowel linksom als links en rechts goed kijken. Dan zit ik gewoon de paden kan zien. Oké, dus je gaat gewoon op het pad bovenin zitten. Rechts de kuil. Links de kuil, rechts de kamp. Ja, zodat niet zo heel veel moeite hoeft te doen om gewoon alles te zien. Waarom is het een perception check alsjeblieft? Ik zal een perception kan maken. Ja, inderdaad. 22. Kijk. Terwijl dat jij hier even rustig gaan zitten, denk ik even terug aan, zeker als je de bossen in de verte ziet, aan de rare wandeling die wat je hebt beleefd hebt. Maar verder begin je langzaam wat eindig een beetje te wennen aan de andere terrein. En daar heb ik ook bij een paar van je ranger features. Om ook andere terreinen aan te voelen dan alleen maar de bossen natuurlijk, waar je het opgegroeid bent. Als je dan een beetje begint... Veel begint te krijgen voor de rotsen, de kleine plantjes die her en der daar groeien. Hoe hier flora fauna zich ontwikkelt in wat moeilijke omstandigheden. Hij denkt Schotland. Scotland! Drie kwart stenen. Laurel! Waar de Vikingen wat minder gelukkig waren. Laurel. Wat zeg jij nou? Laurel. Hij heeft het water wel. Hij heeft. Oh! Wat zei jij? Bottle of water. En welke saus had erbij? Welke saus had erbij? Worcestershire sauce. Los van deze. Een beetje meer rustig wat je vindt. Is je wacht heerlijk. Heerlijk. Oh, zo'n vleermuisje na te geven. Hoe zo'n een nestje in de buurt? Ja. En schijnbaar slaap je net zoals Astra, maar. Hangt Astra nog in de boom? Je gaat even heel mag een steltje. Pretty. Astram is sleeping as a baby. Voet is houding. Op de grond. Gewoon in de tent. Als ik dat zie, dan zeg ik. Zie je wel. Ik weet het wel, maar ik was op twijfel. En daarmee eindigt jouw wacht. Oké, ik maak Astram wakker. Ik zeg, Astram, je bent op de boom gevallen. Ah! Oh nee, nu krimp ik.
Ik denk je. Nee, niks. Het is jouw beurt. Wat mijn beurt? Om de wacht te houden. Ja. Oh, ik wil ook doorslapen. Mam, alsjeblieft. Ja. Oké. Is dat lekker? Rusten. Astrid, jou wakker gebeurt. Wat doe jij? Ik hoop helemaal wakker te zijn. Oké, okay. Maar besef moet zeggen als jij wat gaat ijsberen en jezelf een beetje probeert te gaan houden waar je op wacht staat? 13. Hier ben je een beetje aan het lopen en je doet de tent eigenlijk in zekering, zeker of die nog steeds goed staat of de constructie van die grote tent nog steeds goed staat. Je kijkt hoe het met het paard is. Kartje of alle materialen er zijn. Je bent echt bezig te houden met alles voor de volgende dag. Begin jij ook langs bij de kuil. Ja. Want even jouw beeldvorming. Er is een stukje rots waar jullie zijn begonnen om daar naar onder toe te graven. En hier is dat best een diepe kuil geworden, ook gewoon tot daar, dankzij jullie werk, ook behoorlijk een stukje naar binnen gevallen zijn. Dus in het algemeen hebben jullie een touw om aan de zijkant naar onder toe te hangen, waardoor de pikkelwiel aan de slag gaat om daarna een stukje steen naar boven toe te dragen. Soms zijn het grotere stenen. Maar die moet je gewoon vastbinden aan een ander touw en dan zo doen omhoog trekken met een paar man. Maar op het algemeen ga je voor vrij kleine blokken, omdat het ook veel makkelijker in elkaar rijdt. Mm-hmm. Maar ook dat je de bodem beter kunt vullen, dat je wat stabieler rijdt. En dat, zoals ooit een keer in voorwaarden veel gebeurde, is dat je kar in een bocht gewoon gekiept is. Dat heeft me een paar weken gekost om zeggen, om en neer lopen en klein maken voordat hij weer verder kon. Dus je bent even kijken, als het goed zit, er is een touw wat niet meer zo bijzonder goede staat is, in ieder geval niet dat je het vertrouwt. Snij je los, laat je het ravijn vallen. Als je een nieuw touw vastmaakt, om in ieder geval te zorgen dat je die morgen goed wel aan de slag kunnen. Maar verder gebeurt iets van je wacht. Alles gaat soepel, rustig. Ik wil kijken of ik hier een beetje kan onderzoeken wat er met de berg is gebeurd. Hoe die is ingestort. Mag je dan even een stone cunning check? Ja, je bent een dwerg, dat heb je. Mm-hmm. Ik heb even lezen wat ik precies... Positief racisme! It's history. I'm an... No. Maar je hebt de proficiency erin, hè? Ja, nee. Double prof bonus on intelligence. Ja. Maar ik heb nul... history. Ik heb nul intelligence. Maar nee, ik heb 19 gezond. Ik heb in totaal 23. Klein beetje voor je te herleiden waar wat er gebeurd kan zijn. Heb je op meer plekken het gevoel alsof er wat scheuren zijn? Mm-hmm. Het kan ook gewoon natuurlijk erosie zijn waar je ook je eigen zand aan te werken hebt. Mag je met als je wat meer het pad terugneemt, zou ik zeggen, naar de oorspronkelijke weg gaat. Wat je niet bent kunnen gebruiken momenteel. Mm-hmm. Heb je meer idee of er iets aan het begin van het pad gebeurt, zodat deze kant op gebroken is? Oké. Okay. Wat heel gek is, want als het zo gaat om een verschuiving van iets dat gebeurd is, als de aardbeving is geweest, zou het van onderop moeten zijn gekomen en zou er veel grotere schade zijn geweest. Dat is er niet. De vijf is even groot. Mm-hmm. Je hebt pas stenen verschoven, maar hè, dat hoeft niet per se daarvan te komen. Dus zit je niet helemaal lekker. Nog altijd niet. Mm-hmm. Daar is iets gebeurd en je twijfelt steeds meer en meer aan of er natuurlijk iets is geweest. Oké. Okay. Kan ik die kant op of is dat afgesloten voor mij? Je kunt daar wat gaan klauteren als je wilt. Ja, dat is goed. Zolang dat veilig kan. Oké. Maar ik werk mezelf een stone cunning check. Ga je naar meer en meer de brokstukken af, zo gezegd. Mm-hmm. Her en der gebruik je even een stuk touw en een python, zal ik maar zeggen, om in ieder geval weer op en neer te kunnen klimmen. En er is hier met een. Je komt in een epicentrum terecht. En. Mag je een investigation check voor jou, alsjeblieft?
16. Er zijn hier... Op een gegeven moment vind je een paar sporen van een middenpunt waar iets naar buiten gesprongen is. Alsof iets hier ontploft is. Dat er een spat is en dat die breukje veroorzaakt. Oké. Okay. Was het een iets wat onder de berg lijkt te zijn gebeurd? Of nee, weg moet van iets... buitenaf is meteoriet of wat dan ook. Is er een meteoriet? Was dat maar zo. Ik ben zo sterk vetjes eigen zwaard gaan forgen, maar... Maar nee, er is wel zeker iets een buiten invloed geweest, maar je hebt geen flauw idee wat? Lijkt het alsof er iets is weggehaald, of dat ze iets zochten? De avond en nacht maakt het moeilijk. Om dat echt goed te deduceren. Maar nee, je denkt alleen maar aan, ja, er is het gesloopt. Daar is het. Oké. Okay. Nou goed. Ga ik daarna weer een beetje langzaam terug. Terwijl je terug in het thema bent. Komt langzaam ook de zon op. Oh. In dat geval kan ik net zo goed even blijven. Om te kijken of ik in de daglicht wel is. Dan wacht je even tot de ochtend komt, ik even naar onder toe. En je ziet inderdaad wel wat, ja, wat meer van die sporen. Maar je kunt dus niet deduceren wat het veroorzaakt heeft. Alright. Dan, ja, jammer, ik wou nog even sterker kijken. Nou, dan gaan we dat niet doen. Dan ga ik terug naar de groep. Hopen dat ze niet voor me hoofd zijn terwijl ik weg was. Nee, langzaam kijk, hoor je nog wel langzaam het nieuwe vertrouwelijke gesnurk van Skogans. Die wat nu zich lekker leek te slapen de eerste keer. Lekker ronken. Oké. Okay. En so far, so good. Als de zon opgaat. Je doet langzaam wat wakker door het licht. Wel eens wat later in de ochtend nu de herfst aan het komen is. Maar so far so good. Wakey, wakey, ergens een beekie! Ik word wakker, zeg ja, ik heb eieren bij me. Nou, toch? Oké. Okay. Heb je ook beekie? Ik hoef geen beekie. Wakey, beekie? Bacon. Nee. Toast een lekker dik stuk brood. Doe ik een mooi spiegeleitje op. Niet zacht van binnen in ieder geval. Zodra je iemand zegt, ik kom zacht, zeg ik echt, gadverdamme. Je krijgt wel gewoon een spiegelei met een hart heen. Vind ik goed. Ja. Oké. Maar nu weet wel tot het ontbijt gemaakt wordt. Ik nou, als jullie wacht. Oh ja, ik kan dit. met mijn silent image laat ik, als we een beetje aan elkaar staan, mij en Skogus op even verdwijnen. Alsof er gewoon een stille, gewoon, zeg maar zonder mij te komen. Wat? Zeg maar, ik maak zeg maar een beeld, yeah. Beeldenis van alles wat vaststaat. Ja, behalve jullie zien. Behalve mij. Alleen ik zie. Ja. Zo zit het. Probeer ons te winnen. Ah! Intelligent check. Oh. Nou, even kijken of ik dat eigenlijk schreef. Ik schreef. That's your one. Nou. En dan steek ik mijn hand op en ik zeg, nee, dit kan ik niet. En ik laat het wel van. Een hand! En rust. Oh. Wow. Wat was dat? Iets wat ik niet kan. Vannacht toen ik lag te slapen, kwam ik die guy weer tegen wat ik zie als ik mijn ogen dicht doe. We waren in een groot veld en opeens zei hij, ja, probeer dit en dit. En nu kan ik dus allemaal verschillende dingen. Ik kan dus oude lege troepen uit de grond summonen en iemand markeren.
En ik kan, ja, dat hebben jullie al gezien, dat ik zo'n paarse bescherming kreeg. Oh, ja. Mijn, maar ik kan ook dit harnas en ik doe zo een beetje armor. Wow. In principe een light versie van Deze is zonder scherpe, koude dingen. Het is wel vet. Ja, dat heb ik allemaal geleerd. Het is wel vet als je kan. Ja. Is dat? Vet. Oké. Okay. Nice. Thank you. Dat heb je allemaal gewoon in één avond geleerd. In één avond. Wow. En hij zei, als ik dit heel lang doe oefenen, dan krijg ik alleen maar meer. Hoe lang? Nee, zo heet het niet. Oh. Het is gewoon, gewoon een heel jaar. Dit is een naam. Nee, dat wilde ik me niet vertellen. Oh. Hoe zag hij eruit? Hij had zo'n snorretje zo. Ja. Met zijn kip. Oh. Beetje zo, dacht dat je. Oké. Ik weet niet op 80 had ik geen eerste kant heeft. Ja, een van die drie. Bij allemaal, ja. En vier. Ja. Allemaal. Ik wist natuurlijk wel, dankjewel. Ja. Dus ja. Dat. Maar hij. Oké. Okay. Okay. Had hij ook zo'n gekke hoed? Ja. Met zo'n veer. Ja. Nee. Ik weet eigenlijk niet, ik heb niet gekeken hoe hij eruit ziet. Hoe ziet hij eruit? Ja, hij heeft, oh nee, hij had lange gewaden aan. Een beetje paarsig. Oh. Misschien de Purple Dragons dan wat. Ja. Hij, schijnbaar heeft hij ook mijn vader geholpen, dus. Oh. Oh, waarschijnlijk wel. Dus ik kan ook binnenkort draken slaan. Draken, nee. Ik hoef nooit meer op de kak. Als Joey wel een fan. Maar dan pakken we een draken en Joey. Nee, draken. Drie karren, drie draken zo'n kar. Ja. Misschien als het een goede draak is, maar niet een goede draak. Oké. Dus ja, dat kan ik allemaal. En nog wat andere dingetjes, dus ja. Ja, verder. Ja, cool. Wauw. Vet, ja. Ja. Oké. Okay. En heb jij nog wat nieuws geleerd, Schogens? Dat ik 8 uur van aap toch fijner vind aan één stuk door dan in twee sessies. Oké. Zullen we dat gewoon een keer regelen dan? Ja, dan mag jij de eerste woord hebben op de raad. Nee, het is oké, zo af en toe. Ja, we wisten dat vanaf. Is goed. Nou, oké. Nou, jij hebt niks, jij hebt geen coole spel dus zo geleerd. Niet dat ik weet. Oh. Ja, hoor. Dus als ik dan, wat is het plan? Nou, we klimmen met dit touw hier naar onder en dan gaan we zand verzamelen. En dat leggen we dan in de kar. Ik wil graag de klep afkijken, Rick. Hoe ziet het eruit? Je hebt een. Eerst hier een groot deel van de weg gestaan, zal ik maar zeggen. Het was een redelijk groot plateau waar je kon staan. En dat is wel steeds een buitenrand. Maar daarbinnen is echt moedwillig zijn dingen gesloopt. Er zijn een drietal punten waar een heel overdreven python. Echt een haak, ja. In de grond geslagen is. Ook wat verstevigd lijkt te zijn. Daar ligt dat er iets van een bindmiddel nog bijgevoegd is. Er zijn drie touwen die wat het ravijn inlopen. En je kunt de onderkant niet zien. Het is best een diepe val. Dus we gaan met het touw helemaal naar onder. Ja. En als we helemaal onder zijn, is het al wit zand en dat nemen we mee. Onder zal het een beetje weerstand zijn, maar meestal je gewoon van die blokken uit moeten bijtelen als je aan het touw hangt. Komt goed, joh. Komt helemaal goed. Ik heb er vertrouwen in dat jij dat kan. Jij schiet gewoon enkel op die muur en de hele muur komt naar beneden. Dan kunnen we alles pakken. Targeted creature staat in het spel, dus. Wat? A creature. Betekent dat je Elders Blast dus niet tegen een enemy object kan? Klopt. Ah. You can't shoot corpses with Elders Blast. Maar ook geen boats. Sails. Ja, maar dat deden we van tevoren ook niet zo serieus. Dus dat ook je op de Jessica uitdagen we anders in de vorige campaign, dus jawel. Ik zeg dat kan niet kijken, ik doe ze naar de bergen. Dat komt niks uit. Kijk, dit werkt wel. Ik zeg, ja, maar ik ga het niet aan een touw hangen met een pikhouweel stukken de muur slaan. Waarom niet? Ik blijf hem boven op de uitkijk. Ik hou het touw wel vast. Ja. Nee, maar de touw is in al vastgenoot. Ja, maar je weet maar nooit. Ja. En dan hou ik in de gaten. Nee, dat touw heb ik vannacht nog gebruikt. Dat kan ik niks mis. Je kunt gewoon zelf eronder. Ja?
hoe deed het de vorige keer? Dus is hij altijd gewoon mensen bezig gegeven, Anton, van de fictie. Ik ben de eerste keer hier. Waar komt die stem vandaan? Ja, ik ben voor de eerste keer hier, ja. Goed, prima. Ik doe wel alles. Hey, als jij gewoon de steden naar ons toe brengt, dan leggen wij dan de kar aan. Maar de kar staat hier. Ja, maar... dan hoef je niet de touw los te knopen, dat regelen wij. Dat hoeft sowieso niet losgeknopen te worden. Ik klim daaronder. Ik hak steen weg. Ja. Ik verzamel zand. Ja. In mijn rugzak. Ja. Ik klim naar boven. Ik doe in de kar. Rugzak aan mij. Ik doe het in de kar. Dan pas ik op voor Arendt. Weet je wat? Skogens houdt de touw vast. Ja. Dan kun jij met dat touw naar beneden klimmen. Kun jij daar steen weghalen? En ik wijs zo naar een plekje waar ook stenen zijn, waar waarschijnlijk wit zand op zit. En dan doe ik het hier wel, bij dit dan. Goed, oké, okay, top. Daar gaan we, let's go. En ik klim er naar onder. Kijk, hoe gevaarlijk ziet het eruit? Voor iemand die normaal alleen in komt. En totaal geen spierkracht heeft gehad. Ja, jij hebt wel een angstpoepje. Maar, wat je ook ziet als Astron zich klaarbaak is. Aan het touw zit ook een tuigje. Dus je hebt eigenlijk een soort van harnasje van wat je vast kunt maken. Zodat je niet weet dat het je meer vasthangt, ook heb je touw niet direct vast. Want jij daar heb je niet dat als dan zegt ja, één hand de touw, ander hand even gewoon zwaaien. En als het valt moet je dat even vangen en dan ga je ze erboven toe. Maar het is van het tuigensysteem wat eraan zit. Dat je zelf ook wat makkelijker weer omhoog kunt halen, wat je wat minder spierkracht kost. Smaak voor jou. Je bent ook tuig. Het is wel, weet je, steeds hella scary. Want je hebt echt geen zin om die hoogte waarschijnlijk te gaan werken. Mm-hmm. Maar er is wel nagedacht over hoe niet doodgaat. En je hebt nog nooit gehoord dat een van Dave's familieleden of andere familieleden doodgevallen is hier. Dus het. Erg dat we doen het echt al heel lang. Decennia. Jullie kunnen me wel wijsmaken dat jullie niet zoveel broers en zussen hebben. Hallo, ik heb 3 broers. Ja, en die andere 15 liggen hier onder aan de ravijn. Ik ga het proberen. Goed. Want ik het echt eng vind. Nee, jij kunt dat. En ik heb niet zoveel spierkracht om die pikkel wilde meer aan te slaan. Ja, maar dat je kunt dat met 2 handen doen. Want je hangt vast aan het tuigje. Ja, dat is Skogens niet vast. Met 2 handen doen. Nee, dat kun jij. En Skogens mag ook gewoon meedoen, want het zal vast genoeg zijn. Dan zijn we des sneller klaar. Ja. Prima. Ik klim wel mee. Goed. Ik probeer naar beneden. Dat gaan we doen na de pauze. Oeh. Dus we gaan lekker de pauze in. Het is inmiddels 9 uur, dus we gaan lekker wat eten en drinken. What? Om 9:20 zijn we weer terug. Ik zei die wel goed. Dames en heren, tot zo. Dan gaan we daar eens kijken hoe of Finn ook deze angst overwint. Of we tuigjes maken op Skogens brede lijf. En hoe lijp Astran vol Tarzan modus gaat. En dan even gaat fixen. Tot zo. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en graag tot een volgende keer. Wij gaan ondertussen hard aan de slag met bijvoorbeeld onze projecten binnen en buiten het onderwijs met het avonturen handboek. Als je daar trouwens nieuwsgierig naar bent, of een van de andere dingen die we doen, kijk dan op www.vechelfantasy.com. Daar zijn trouwens ook hulpmiddelen voor Dungeons & Dragons 5th Edition te vinden, die je tegen je eigen sessies kan gebruiken.